allemaal. Leuk dat jullie kijken naar de video. Ja, ik ben net bij een tijdje eruit geweest. Dat komt omdat Joris en ik uit elkaar zijn gegaan. Ja, dat was niet zo leuk. Dat is vlak na mijn vakantie gebeurd. Daarom zijn deze beelden een tijdje blijven liggen. Omdat ik me gewoon niet zo heel erg prettig voelde. Dat is logisch. En nu gaat het weer. Ik heb er weer helemaal zin in. En ik ga jullie alles laten zien hoe de vakantie in Nederland was. We zijn met Feline gaan paardrijden. Ik heb in Rokanje gelogeerd bij Joris. Die kennen jullie waarschijnlijk ook wel uit de video's. Bowie en ik hebben een wandeling gedaan met de Pippies. Daar hebben we heel veel donaties ontvangen. Ik ben met mijn familie geweest, hebben gewandeld. En zo gaan jullie nog heel veel meer zien. Oh, Horse Event, ook niet te vergeten. Dus veel plezier met kijken naar de video. Hier zijn Bowie en ik op bezoek in Breda bij mijn ouders. En de hond is Elko en dat is een hulphond die afgekeurd is en die nou lekker bij mijn ouders mag blijven wonen. Hier maken we de dragback voor Bowie. Dit is de wandeling in Rokanje, de Pippi-wandeling. Dat zijn allemaal adoptanten die een hond bij ons geadopteerd hebben. Hier zien jullie Polar. Die is gevonden bij de Joris bij. Al deze mensen die waren erbij. En daarachter zien jullie Spijk, die vorig jaar met Bowie onder de kerstboom lag. Dit is een zusje van Bowie. Zara. Oh, zo leuk om dit weer terug te zien. Het was zo'n leuke tijd. Ik heb er echt op genoten. En Bowie ook. Hij liep zo trots in zijn rolstoeltje rond. Lekker spelen, lekker gek doen. Hij had het wel koud. Daar rende Maxi in het wit. Dit zijn de zusjes van Bowie. Dat zijn Zara links en rechts is Coco. Bowie, Coco. Ja, knap zijn ze. Bowie. Echt leuk om te zien. Coco doet goed. Ja, mooi. Bowie. Ja, Zara. Bowie. Hey. Hij reageert niet meer zo op mij, is niet meer zo onder de indruk. Coco! Ja! Ja, Bowie had het hartstikke koud natuurlijk, dus hij had een dubbele deken op. En na een hele dag rennen aan zee was hij hartstikke moe. Dit is mijn nichtje Zoe, super lief kind. Echt, kijk hem liggen. Hij was zo aan het genieten en ze was een brokjes aan het voeren de hele tijd. Echt zo zoet. Doe je maar eentje voor zo. Laat maar zien hoe je het moet doen. Kijk eens naar zoiets, Sam. Kijk, ik doe je zo. Handje plat. Perfect. Kijk maar. Dat is Sam eentje. Hij gaat ook echt zo schattig op de schoenen. Hoi. Goed zo. Die gezichtjes ook naast. Ik heb precies dezelfde gezicht hebben. Ja. Hier is Bowie met Coco aan het spelen. Coco die gaat 1 of 2 keer per week bij mijn vader een dagje spelen. Dan zijn de baasjes aan het werk en hij had beloofd dan voor Coco te zorgen. Het hebben ze heel leuk gespeeld. Uiteindelijk hebben ze ook even ruzie gehad. Dus ze zijn erg aan elkaar gewaagd. Zo schattig. Het is heel verschillend dat ze allemaal waren. Het shirtje wat Bowie aan heeft is een medical shirt. Dat gebruik je als een hond geopereerd is. Dan beschermt dat de wond zodat ze de hechtingen er niet uit kunnen trekken. En voor Bowie gebruik ik hem om zijn luier op zijn plek te houden. Anders zakt hij naar beneden. Omdat Bowie natuurlijk verlamd is, is zijn onderkant een stuk smaller dan zijn bovenkant. Dus die luiers die schuiven altijd af. Ook door het slepen over de grond. En daarom heeft hij het blauwe jasje aan. Dat is een dragback. En dat is speciaal voor gehandicapte honden. Zodat ze beschermd zijn. En dat ze zich niet openschuren aan de grond. Coco die was op Curaçao herplaatst.
En daar werd ze ontzettend slecht verzorgd. En als puppy was haar halsband helemaal in haar nekje gegroeid. Dat was helemaal ontstoken. Dus toen hebben we haar teruggehaald en herplaatst in Nederland. Dus ze heeft heel erg veel geluk gehad. Want moet je kijken hoe ze er goed uitziet en een fijn leven dat ze nu heeft. Anders was ze een kettinghond gebleven. Je moet er niet aan denken. Vreselijk. Maar het is helemaal goed gekomen. Vooruit denken. Look at Bowie. En ik bijt die achterpoten wel af. Zitten we op hetzelfde niveau. Hier zijn we aan het wandelen in de Haagse Beemden. En hierachter zit het ijzeren hek. Daar heb ik vroeger paard gereden. En dat is al 30 jaar geleden. En daar reden ze toen al biddeloos en ijzerloos. Echt een fantastische plek voor paarden. De paarden liepen daar ook altijd lekker buiten. En op de achtergrond zie je de brug van Ter Heide. Hier ben ik opgegroeid. Dus het was heel leuk om daar met Bowie te zijn. Hier zit Bowie in zijn nieuwe slee. Die is gemaakt bij orthopediedieren in de Kaam. En dan kan hij gewoon lekker met zijn billetjes over de grond schuren zonder dat hij zichzelf beschadigt. Goed zo, kom maar. En in de tussentijd zijn we op een horse event. Knappe vent.
Ik heb onwijs genoten van Horse Event. Bowie ook, kijk hem zitten. En Zoe vond het heerlijk om met hem rond te rijden. Hij is superveel op de foto geweest. Iedereen bedankt voor jullie aandacht en voor de cadeautjes. Het was super nice. Nu gaan we rijden met Jordis, Roos, Annabel en Vline met Marley. Allemaal groene grasjes. Boy. Als je op vakantie bent, dan krijg je om bij te bed. Ja? Kijk. Vandaag de laatste dag. We gaan weer naar huis. Ja, er zitten medicijnen tussen. En hij begint dat een beetje door te krijgen. Vroeger kon je hem gewoon pillen laten eten, maar nu is hij wat slimmer aan het worden. Alsjeblieft. Helaas. Ben jij gewoon kieskeurig aan het worden, Bowie? Hier zit niks op. Is gewoon veilig. En de laatste. Goed gedaan. En dit was de allerlaatste dag in Nederland. Dit was het kinderfeestje van Zoe, van mijn nichtje. Op de manege waar ik vroeger gewerkt heb. Ik heb de opleiding bij Deurne gedaan en dan deed ik werken leren. En dan werkte ik bij het Happy Hippie Centrum in Breda. Dus dat was heel erg leuk om weer oude collega's terug te zien. En de paardjes terug te zien, veel waren er al wel niet meer, want het was, ik ben nu 36 en ik was toen 15. Dus dat is al bijna 20 jaar geleden. Dus qua paarden was er niet zoveel meer over van de tijd toen ik er was, uiteraard. Maar het was wel heel leuk om alles terug te zien, mooie herinneringen. Ja, ik zet het even op film. Kun je later als je oma bent, kun je nog even terugkijken. Dat je 6 was. Ja. Hebben we weg. Weet je nog hoe het paard heet? Die kan heel goed spelen, als je het niet meer leuk vindt. Hoe heet Butterfly. Hij? Heel goed, ja. Het is een ander plek. Hey, Butterfly. Hi. Ik heb veel meer Butterfly bij het gezicht. Zo, dat vind je niet fijn. Oh, goed zo. Je moet niet te dicht bij het gezicht, want dan kan ze zo gaan doen. Ja, stampen. Ja. Nee. Mama kan heel goed steken. Heel mooi. Muitje naar binnen. Klein stukje nog. Heel goed. Muitje naar binnen.
Kan ik maar zo meteen naar bij ook? Ja hoor. En die bij ze naar binnen. Yes. Stik je eruit? Misschien wel ontsnappen. En dan kunnen we de paardjes misschien ontsnappen. Dat is hoog. Gaat goed, Zoe? Zoe was super enthousiast, want ze is al een paar keer bij ons op Curaçao geweest. En dan mag ze met Casper zwemmen. En met Caprio had ze gedraafd en gegalopeerd en gesprongen. Dus die had grootste plannen voor vandaag. Dus ze moest wel heel even wennen dat ze mocht stappen en een drafje mocht doen. Want die dacht, nou, ik ga lekker allemaal in galop en zo. Dat kan allemaal wel op mijn zesde. Schat. High five. En dan slingert hij nog steeds. Zo. Zoe, zat jij in draf? Wow. Ik zag het toch? Isa, jij moet nou de helm aan mij geven. Echt? Nee, ja, als jullie daar zijn. Zeker. Ik heb een slim opeens gekregen, maar ik zat mijn hand daar. Dat was knap. En als hij gaat rennen en dan glijdt hij uiteindelijk zo af en dan lijkt het op een stick. Lekker ding. Dus een stiekje doorheen zetten. Leuk kleine paardje. Ga jij een kleine paardje? Ja. Nou, leuk jongen. No. Straks ga ik er ook een sprint van. Goed op. Maar dan moeten we even een pincet met een scherp puntje en doen we zo. Zo uit. Wat een makkelijk paardje. Zoe. Wat een bofkom. Sam, zwaaien. Goed zo. Super knap. Dat is leuk, hè? Goed, vind. Knap. Kijk hoe lekker we zijn. Heerlijk. Hè? Helemaal zo. Met jouw slee. We zijn weer terug op Curaçao. Bowie maakt weer een dikke vette crash. Dat gebeurt helaas soms bij hem. Hij kan ook zo wild zijn. Maar hij wacht gewoon rustig tot ik naar hem toe loop. En dan zet ik hem weer overeind. En dan kan hij weer verder. Dus, maar toevallig stond deze keer op camera. Ik denk, nou ik laat hem erin. Dan kunnen jullie het zien. En daar komt zus aangerend. En Peppa die gaat haar afsnijden. Tommy is vandaag jarig. Ja, 6 jaar. Tommy is 6 jaar. Dat is Tommy. Hey Tommy, ben jij jarig? Ja. Gefeliciteerd. Hij heeft met zijn lego wagen gevochten. Ja, die had heel zijn mondje opengekrapt. De lego wagen heeft het niet overleefd, hoor. Nova. Eefje. Doei. Pip.
Hi Pip. Mats. Rakkertje. En Bella die zou aanstaande maandag vliegen, maar haar baasje moet werken, dus die kan er niet ophalen dinsdag. Dus dat is heel erg balen, hè Bella? Hé, ja. Scootje? Nova en dit is Liv. Bowie is met mij meegeweest naar Nederland en dat was omdat niemand voor hem kon zorgen, want je moet 8 keer per dag zijn luier verschonen. En Bowie die moet je op een hele voorzichtige manier optillen, anders doe je hem pijn. En ik had wel iemand die voor hem wilde zorgen, maar die was pas na 10 september op het eiland. Dus dan zaten we met 5 dagen dat niemand voor hem kon zorgen. En toen kreeg Bowie op een gegeven moment een hele dikke bil. En dat komt omdat hij heel de tijd met zijn kont over de grond heen schuift, zeg maar. Ja, en dat is natuurlijk niet gezond, want het lichaam is het niet gemaakt. Er zitten niet voor niks pootjes onder om mee te lopen. En die dikke bil is eigenlijk een soort kussentje om zijn lichaam te beschermen. Nou, nu heb ik in ieder geval een kussentje onder zijn bil gemaakt. En ik heb sokjes om zijn stomp heen gedaan. En dit is even een tijdelijke oplossing. Want hij heeft zijn slee, die hebben we al laten maken. Maar dit moet Bowie nog heel erg aan wennen. En hij vindt het nog niet zo leuk. Dus ik doe nou een paar... Hou ze op. Een paar uurtjes per dag doe ik dan de slee aan. En dan, dit is dan even een tussenoplossing. Gisteren had ik zo'n, voor een fietszadel had ik zo'n gel ding ertussen. Eefje, zus. Eefje. Zus. Hoe is op. Kijk, hoezo. Nou, dit kussentje dat beschermt nu dus... Tegen het butsen op de grond. En het blijft eigenlijk best goed zitten. Ik heb hem het kussentje eronder door. En dan daar omheen zit zeg maar dat medical shirt buitenom. En de sokjes aan. En dat zakt altijd af. Dus die heb ik even met sluitspeltjes vastgezet. Maar het kussentje zit dus hiermee vast. Dus niet alleen met de sluitspeltjes. Dus dat gaat eigenlijk best goed. Zijn super schattige sokjes. Nou, wat blijf je nou? Mag niet aan je stompjes komen, hè? Bowie stompjes. Nee, daar heeft hij echt een hekel aan als hij zijn stompjes komt. Maar goed, dit is dus even de tussenoplossing. Over de slee ga ik jullie nog uitgebreid uitleg geven hoor. Thank you.
als je rechts naast het net kijkt, dan zie je schildpad. Super tof. En in het net zit dus allemaal gevangen vis. En daar links, daar zijn ze van de rots bij Playa Forte aan het springen. Zien jullie ook alle drie de schildpadden?